Dat de Lommel veel van achteruit wil voetballen. En dan is er bij Aguilar veel ruimte. Heel veel ruimte zelfs. De man in Peru, Aguilar. Daar is Roque. En dan is het 0-1 voor Lommel in de omschakeling. Je ziet ze de hele tweede helft niet. Maar Vitesse heeft dit wel. Schokken. Is Hendricks dan toch kwijt? Daar is de voorzet. Schuurmans met een voetje. Verschuren trapt hem knap binnen. En zo staat de 2-0. Heel erg mooi afgewerkt van Arno Verschuren. Maar dan zit het niet zo. Daar komt Kajo Rok. Lage bal, maar goede bal verlengd door Verschuren. Redding Gillekens. Goeie save. Dus dan moet hij naar de overkant. Kajo Rok. Naar Zani. Als prima gevoetbald, Kajo Rok met de voorzet aan de tweede paal. Tolinson, niet gedaan, uitkijken. Kajo Rok, de voorzet komt. En dan naar de hoek kijken, met z'n drieën zijn ze. Kajo Rok perst er nog een tripje uit en dan kijken naar de tackle van Gillekens. Die doet wat hij moet doen. Kure moet hij gaan afleggen. Rosa vindt Arzani, goed gevoetbald. Rok. Goeie voorzet, maar geen doel. Keer sinds het tweede tegendoelpunt had Lommel zijn gestoond. Hier zijn ze opnieuw met Roque. Roque. Goede mogelijkheden heeft gehad. Uitstekende redding van Fierre-Marie. Goed vooruit verdedigt dit. En misschien wel nog eens een tegenaanval van. Wat is dat? Een pijnlijke wedstrijd als coach. Je staat machteloos aan de kant. Wil. Nangis, wat gaat het goed op en neer nu? Via Roque in hoekschop. Denk van de Keibus schiet tegen Belgali. Kajo Rok, excuseer. Carcela. Via Kajo Rok. Dat is ook niet goed ingespeeld. I'm gonna go get some more.
snel.